En de 8-jarige Imarcio Afi is na ruim 2 weken terecht. Vandaag kwam hij aan in Paramaribo voor verdere medische controle. Op het vliegveld van Zorg en Hoop werd Imarcio opgewacht door onder andere vicepresident Ronnie Brunswijk en familieleden. Volgens een verklaring van de medische zending maakt hij het naar omstandigheden goed. Het was niet makkelijk voor ons om een kindje van 8 jaar, die 15 dagen lang het bos in is verdwaald, om zo'n kind op te vangen op de poli. Je weet niet in welke toestand je zo'n kind gaat krijgen. Dus het was niet makkelijk voor ons, maar de heren daarboven is ons bijgestaan vanaf het begin tot de dag van. Wat was het eerste wat jullie moesten doen met zo iemand? Nou, het eerste moment is observeren om te kijken van hoe ziet hij eruit. Kan hij praten? Is hij bij? Dus dat was de eerste die we hebben gelijk waargenomen. En het heeft ons wel gelukt om echt met hem te praten. Dag Mary! Helemaal naar dag zus. Dag zus Mary! Dag zus Mary! Even rusten, hij heeft ruimte nodig. Hoe voelt het aan PP om zo te houden? Mooi. Ja. Als je ziet, kijk hoe het is geworden. Dat het deed. Ja. En dan was door hem. Amen. Ziet dat hij echt was niet verlopen. Ja. Waarom vond je het zo belangrijk om hier te zijn, PP? Zo. Zuster. Zuster, kom eraan. Even ruimte maken voor de zuster. Ja, stel. Van het ijs, dat is het. Zodat je gaat als je voelt. Lekker, stel. Oké, kijk eens. Yes. Ik ken het daar niet zo. Daar lopen. Ik ben hier. 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 Ik ben h